Nou, goed dat u allemaal gekeken heeft vanmiddag. We hebben een heleboel interessante verhalen gehoord. Maar hier eindigt het natuurlijk niet. Dit is nog maar het begin. Want u kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. We hebben allerlei bijeenkomsten. En het zou natuurlijk ook mooi zijn om elkaar live te zien bij de bijeenkomsten. En kijk vooral ook eens op onze website. En u kunt natuurlijk de interessante sessies nog een keer terugkijken. Of uw collega-ondernemers tippen en zeggen, daar moet je nog eens een keer naar kijken. Ja, er liggen ontzettend veel kansen binnen Economie 71, zowel voor ondernemers als het onderwijs als voor de overheid. En juist die samenwerking, dat we elkaar weten te vinden, is buitengewoon waardevol. We hopen dat we wat meer inzicht hebben kunnen geven ook in hoe ondernemers in de wedstrijd zitten en hoe zij aankijken tegen allerlei mogelijke vraagstukken, problemen, uitdagingen, maar ook kansen. En ja, neemt u dat vooral mee in het vervolg en mogelijke nieuwe projecten. We hebben gezien hoe belangrijk de samenwerking tussen de drie O's is binnen 1071. En dat doen we volop, hebben we vanmiddag maar weer kunnen zien. Wat mij betreft gaat het dan niet alleen vanuit de onderwijskant om de knappe koppen, maar ook om de handige handjes die we nodig hebben. Nou, heel goed. Doe het vooral samen, hè. We zoeken elkaar op, hebben we vandaag ook laten zien. We hebben drie thema's die we belangrijk vinden. En dat is ten eerste onderwijs en arbeidsmarkt. Hoe kan het beter op elkaar afgestemd worden? Hè, de Human Capital Agenda, net veel over gehoord. De digitalisering, Martijn, daar heb jij ook het een en ander over verteld. En natuurlijk het jong ondernemerschap. Hè, daar werd ook over verteld, eigenlijk moeten we meer ondernemerschap hebben in deze regio. En daar gaan we met z'n allen aan werken. We gaan zo afsluiten. De chatroom blijft nog open. En ik zou u graag één opdracht thuis mee willen geven. Namelijk spreek minstens met één persoon die je nog niet kent. Om zo ook het netwerk op deze manier met elkaar te vergroten. En de beursvloer is ook open. Ik dank jullie wel. Stel vooral je vragen daar. En super bedankt iedereen die heeft meegewerkt en jullie thuis. Tot de volgende keer.